Jongens, een hele goede, mooie, prachtige morgen. Welkom bij de Frankrijk trip. Ik zit hier achter mij het autootje. En ik ga eens even naar Daniel Tiedink. Wat onze grote vriend Daniel Tiedink niet weet, is dat de auto echt al bomvol zit. En dat we echt geen ruimte hebben eigenlijk voor al zijn spullen. Maar we gaan eens even kijken of die al wakker is. Want ik kreeg hem niet te pakken. Nou. Nou, nee. Helaas, tot volgend jaar. Hey! Goedemorgen! Hey, hallo! Hey! Goedemorgen! Makke maat, hoe is het? Ja, lekker. En jou? Ja, lekker. Moe. Zo dan. Hoi, yo. Het is kwart voor 7 ochtend. Ik lag om 3:30 in bed, chitte om 2:30 volgens mij. Ja, het is mooie tijden. Normaal is ook bankbak, vandaag niet. Lekker gewerkt gisteren. Hoppakee. Gisteren. We lopen wel naar binnen, maar de spullen zijn buiten. Maar alsnog, we gaan weer lekker vissen in Frankrijk. We gaan, hoe lang gaan we echt? 6 dagen? 5 nachten. 6 dagen op een boot. Zometeen meer uitleg. We gaan nou eerst even de auto voorknallen. Een heerlijk ochtendcolaatje. 7:15. Daar staat de man. Lekker bakken pleur. Koffie, jongen. En de auto zit al aardig vol, volgens jou. Hij zit echt lekker goed vol. Deze past er nog net in. Dan hebben we hier de rest van de spullen. Ik heb het bescheiden gehouden. En dat meen ik oprecht. Ik heb hier 50 kilo bollen liggen. 2 hengeltjes. Kussentje, noem maar op, bla bla bla. Zullen we wel eens even kijken waar de jack het over heeft. Ja, kom maar koffie, jongen. Hey, we hebben wel lekker weer hier, zo moet ik zeggen. Het is heel de week kut weer als we weggaan, is het hier lekker weer. Wat zijn de voorspellingen voor Frankrijk? Elke dag regen. En dan zitten wij op een boot, heerlijk. Ja, kleur meneer. Kijk eens. Ja, dat is handig. Ik zal het even laten zien. Dat is handig, hè. Dat gaat wel krapjes worden, ja. Als we maar gewoon mijn beenruimte wel een beetje besparen. Want... Ja, je moet even kijken voor je staan zelf op het. Nee, dat is wel weer mijn geregeld. Coolbox hier. Plek zat. Plek zat. Kleutzak. En dan wil je ook nog die andere koelbox mee. Ja, we moeten even. Ja, we zijn het al gewend, hè, ondertussen. Zeker weten. Maar voor elk probleem is ook een oplossing. We hebben hier het creatieve mastermind. Zeker. De baas van jaren, Job. Jij bent het wel gewend, hè? Ja, inpakken. Elke dag inpakken. Nou, kijk eens aan. Hatsa. Hoeveel voer nemen we eigenlijk mee? We gaan 6 dagjes. Wat hebben we? We hebben 100 kilo bollen, 40 kilo tijgers. 6 dagjes, netjes. 40 kilo. Ik ga de rest pakken. Laat eens. Ja jongens, het is niet normaal. Mannen zijn gentleman geworden. Nog meer, hè? Kijk dan, ja. Niet normaal. Wat nog meer? Ja. Zo. Echt huisman ben ik. Niet normaal. Kijk eens even. Zit hij vol? Ons creatieve mastermind chitten van de zetel gelukt. Inpakmarathon. Autootje vol. Alleen één dingetje. Zo meteen in Limburg nog even boodschappen doen. Met onze Limburgse vriend. Daar hebben we geen ruimte meer voor, maar we knallen gewoon zijn busje vol. Ja. We trappen hem aan. Het is precies 7:55. Kunnen we dan rond 1:15 gaan en dan gaan we door naar Frankrijk. Hotza. Goedemorgen. Goedemorgen jongens. Hey. Je ziet het, we staan er weer vol te gooien. We zitten al op 80 piek. Ja joh. Net een kwartiertje onderweg, autootje weer leeg. Waar gaan we heen? Komt naar Limburg. Limburg en dan... Bijna 90 euro, jongen. Woe! Nooit heb je wel kraken in je zak? Nee. Ik ga voor de 90. Komt een klein autootje. Komt-ie. Precies. Hey! Hey! Maar we rijden dus naar Limburg. Daar gooien we alle spullen uit de auto. Busje in. Busje in. En dan rijden we door naar het Franse land, jongens. Lekker. Heerlijk. Ja, daar is die hoor. Kijk eens even aan. Ben jij Bram de boodschappenman geworden? Ja, lijkt er wel op, hè. Karretje helemaal vol. We dachten voor 3 dagen boodschappen doen. Beetje uit de hand lopen. Maar we kunnen er tegenaan. We zijn aangekomen in Limburg. We gaan nu gelijk door naar de bootverhuurder. Daar staat hij op ons te wachten. We hebben net een belletje gekregen. Yo, yo, boys. Waar blijven jullie? We zijn er. Dus check jullie zo. Hoppa. Creatief mastermind is weer bezig. We dachten even boodschappen doen voor 2 dagen. Nou, hele kar vol. Het paste al niet. Ja, en we dachten, dit gaat heel misschien lukken, maar ik heb toch een hard hoofd in. Hij wordt
wel een leuke uitdaging. Nou jongens, dit is toch wel mooi. Hou die tassen vast. Zit hij hier denk ik goed ingebouwd? Dan even kijken. Zo. Nou, ik moet zeggen, we hebben de ruimte optimaal benut. Mensen, kinderen. Zijn je lekker? Zo rijden. Yes, shit and mice. Yes, even het autootje leeg aan het maken. Want we zijn bij de boot aangekomen. Juist. Daar staat hij. Kijk eens even. Wat een bakbeest gek. Carp Hunter Bootvuur. Dat is de organisatie slash bedrijf waar we deze sessie mee gaan vissen. Heb je zijn nummertje? Aardig kerel in het mooie Limburg. En we zijn er klaar voor, of niet? Kijk, mooi rubberbootje erop. Waterdichte cabine. Dat is perfect. Best even die spullen eruit halen. Ah, mooi. Dan laten we de auto laten we hier zo staan. Hier heb je zijn bussie. Hij heeft al zijn spullen er al in staan. Hij gaat zelf ook vissen met een boot. En kijk. En de ruimte zat, zoals je ziet. Alle spullen erin knallen. En dan gaan we naar het Franse land. Hoppa! Lekker! Goedemorgen, zou hem hebben? Goedemorgen! Hey. Eigenaar van Carp Hunter. Carp Hunter boot verhuur. Lekker man. We zijn dit jaar begonnen met de boot te verhuren. En we hebben DB Fishing Team nog eens een keer meegenomen. Ja. Hoe lang is het rijden zo meteen? Het is een kleine 4 uurtjes rijden naar de bestemming. Ja. En ja, dan alles even uitlaaien. Dus ik denk dat we wel rond een uur of 5 kunnen gaan vissen. Ja, lekker. Je gaat zelf ook een paar nog eens vissen? Ik ga zelf ook dit weekend ga ik met een Raptor 4 meter vissen. En we gaan zien wat het gaat brengen. Ja, lekker man. Ik heb er vertrouwen in. Shit ook. Hallo. Ja, komt u maar. Yes. Hoppa, bootje erop. Alles volgeladen. Oh, daar gaat de helft van de roppel weer. Mol. Ja, hij is er wel. Probleemstukje hier. Jawel, kijk eens even aan. Herkenbaar? Uit het Franse land. Wie kent het niet? Ja. Bootjes zitten nog mooi bij, jongens. We zijn nog een uurtje rijden. Ja, twee uur. Uurtje. Eén uurtje. We zijn er bijna. Laatste pauze. En gas erop, jongens. Het gaat wel regenen zo, maar we gaan lekker knallen. Nou joh, gas. Ja jongens, het is fantastisch. Ja, daar zit hij. Hallo. We zijn aangekomen. Goedemorgen, goedemiddag. Het is ondertussen 3:30. Het water gaat naar zicht, maar we zijn aangekomen na een lange rit. We hebben ongeveer een uurtje of 4 of 5 in de bus gezeten. Nou, vanaf Westland naar Limburg ook al 3 uur in de bus gezeten. Zo is dat. Lange dag gehad, maar we zijn aangekomen. Dus, even bij het water kijken. Het weerbericht was slecht, maar het is ondertussen opgeknapt. Om te hopen dat we hier even die boot erin kunnen gooien. Dat lijkt me wel. Ik denk het ook. Lopen ze door de kleine, smalle Franse straatjes. Aoui. Ja, Dien, we zijn er. We zijn er, eindelijk. Kijk eens even aan. Water, 700 hectare groot. Dus maar een klein zijarmpje. En als het goed is, kunnen we hier de boot het water in laten. Dat is perfect, jongens. Kleine haven, kleine baai. Als alles in het water ligt, dan gaan we ze even verkennen. Yes, we zijn even kijken. Bij Mitchell Funding moet je raadplegen en dan moet je een tientje betalen voor een heel seizoen. En dan kan je de boot het water laten. Als het goed is wel, dat is mooi. Hey. Zit eens op Google waar dat echt gaat zitten. En dan is het daar een oude tekst. Nou, het was drama. Jasje thuis vergeten, slippers thuis vergeten, regenjas thuis vergeten. En het zou alleen maar gaan regenen, maar mooi weer in het vooruitzicht voor vanavond. Lekker warm temperatuurtje. De korte hoeken kunnen zo meteen aangetrokken worden. Lekker windstil. En ik ben blij dat we gearriveerd zijn. We zijn er. We gaan run-om-run vissen. En we gaan knallen. En we hebben een challenge. En dat heeft iets te maken met anchovies. Ja. We laten straks zien. Om te kotsen. Echt heel vies. Onze reisgids, Dien, die doet ook gezellig mee. Maar wie de fuck is Michel Veld in? Is het? Zo, de Fransman, genaamd Michel, hebben we kunnen vinden. 10 euro'tjes betaald en dan mogen we de boot te water laten. Kijk eens even aan. Komt ie aanrijden. Kijk eens aan. Zo. Kijk, we zijn al goed onderweg met het bootje leeghalen. We hebben hier Daniel Tiedink, de luxe poes.
Dat klinkt goed, jongen. Hey. Hele operatie. Gelukkig heeft Dien een elektrische pomp mee. Eerste bootje ligt daar al in het water. Kijk, nou, gaat snel. Dan gaan we nog even 4 boten oppompen. Binnen een half uurtje ligt alles in het water. Heerlijk. Let's go. Daar zit hij. In de Carp Hunter. Ja hoor. En we gaan lekker het water in zo meteen. Zoals je ziet, alle spullen liggen in de boot. Hemmetjes zijn op de tuig, althans ze liggen klaar. Op de steunen. We hebben hier zo een rubberbootje die we gaan meenemen. Een mooi platform van Raptor, die gaat ook nog eens mee. Mooie ontaakmat, kunnen we spullen in droppen. Ja, een paar zakken boilies, kan geen kwaad. Mooie motor gaat er nog op. Vervolgens hebben we hier alles doorstaan, mooi afdakkie. Hey, welkom bij mijn huis, MTV Equips. En nog een cadeautje voor onze Limburgse vrienden. Ja. Die is bezig met zijn slaapplek van vannacht. Mega grote boot, 4 meter lang. Kijk eens, Dien. Onze vriend uit Limburg. Hey. Kijk, een Limburg slijtje. Top man. Even lekker afeten. Dankjewel. Dan gaan we door. Die gaat smaken. En gaan we even proosten op een goede vangst alvast. Ja mannen. Hoppa, op een goede vangst. Op een goede vangst. Ik wil even mededelen. We hebben een challenge met z'n drieën. Degene, we hebben een klassement. De drie grootste vissen die tellen voor je klassement. Zit er ik doe run. Dien zit lekker op zijn eigen bootje. Degene met de drie kleinste vissen van zijn klassement. Is de verliezer van deze week. En ja. Een potje met hele gore anchovies eten. Het ziet er vies uit. Het ziet er niet uit. Het ziet echt nog erger dan kattenvoer. Je wilt het niet eten. Maar goed, ik heb vorig jaar verloren. Moest ik de rauwe kabeljauw leven eten. Dat was niet te doen. Hartstikke smeer. Dit jaar ga ik winnen. Ik hoop het zit of Dien. Maar we gaan niks ervan. Ik ga winnen. Ja, daar staan we. Hoppa. Fantastisch. Jongens, we gaan even bepalen wie er op het bed mag slapen en wie op de stretcher. En we zijn natuurlijk allebei op het bed. Steen, vier, schaar tot de drie. Ik vind het goed. Kom maar op. Oké. Steen, vier, schaar. 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 Ja! Ja! Lekker! Kouwe honden, alle tijd hè. Lekker. Gaan we. Oeh. Eindelijk. Duurt even. Duurt even inderdaad, het is bijna 5:15. 2 uurtjes bezig geweest, maar de hele boten zijn opgebouwd, die liggen erachter. Je hebt een platform, hier nog een bootje. Deze boot gaan we nou ook te water laten. En ik zou zeggen, let's go. Daar gaan we, oeh. Hij is niet bang. En dat is de champagne. Hey, waar ga jij vandoor? Ja, als we, als we nou 20 kilo vis vangen, dan hebben we een flesje champagne. Ja, toch leuk. Zonder glazen. Ja, dat is ook leuk. Moet je hier losmaken? Ja, van man. Nou jongens, hij is nog even bezig met zijn bootje aantrekken. Maar wij gaan ook alvast even aantrekken. Kijk of dat kan. Kijk eens. Hatsa, denk ik. Is dat even lekker? Top. Dat geven we even. Kijk eens, heel treintje. Morgen. We zijn vertrokken, op naar het grote water. 700 fucking hectare pik. Kijk dan. Ja, dit is nog niks hè. Het gaat fucking verder naar het grote gedeelte. Ja hoor, daar zit hij. Yes! Zijn nog een daar neer. Yes boys, daar gaan we dan. Met de drone. Kijk eens, daar gaat de drone. Daar hebben we hem. Yo. Ja hoor. Kleine opstandproblemen. Maar we gaan. Rotsa. Daar heb je hem. Dien met zijn bootje. Ja, jongens, we zijn lekker aan het varen. Maar kijk wat een stekken dit zijn. Hoi, yo. Mooi. Wat is het mooi? Enkel riet. Ja, dat gaat kilometers door zo. Kijk dan, allemaal van die zijarmen.
lijkt. Vind je ervan? Ja, fuck. We gaan vangen, gek. Ik voel het. Dien! Mooi, hè? Echt fucking rood inderdaad. Ja, kikken. Want we hebben een stek gevonden. Jazeker. Kijk eens even, ik ga er eens even bij staan. Hier zo. Hier is een gedeelte, je ziet de bord al staan. Maar er niet met de motor in mag. Dan daar is er nog een bord. Geef me ook een ankertje. Yo, ik geef hem even een anker. Yes. Kijk, en dan is het morgen gewoon voor jullie. Als je dan gewoon één anker eventjes neerlegt. En je pakt daarna de rubberboot. Pak je bijvoorbeeld die hoek. Ja. En dan trek je hem die hoek in, dat je mooi op de plek hebt liggen hoe je hem wilt hebben. Juist. En je kan hem daarna toch met de ankers, kan je hem dadelijk weer een beetje strak trekken, tot het anker echt op spanning staat. Ja. Maar goed. Ja toch? Mooie stek hier zo. Volle rietkanten, lelies. Perfecto. Het hele pakket. Groot jongen. Het is echt niet normaal groot. Dit is weer een zijarm. Dan gaan we twee hengels tegen die kop daar vissen. Twee hengels hier tegen lelies, tegen mij. En dan run om run. Ja. Knallen. Ik heb er zin in. Brazem, giebol, verspelen, alles zelf. Alles. Als je die hengel pakt, ben je Sjaki. Alles. Koekoek. Ja jongens, wat een drama weer. Maar in de tussentijd hebben we even onze hengeltjes klaargemaakt. Eerst een richtje, vers geknoopt. Scopex bolletje, onderlijntje van zo'n 50 centimeter. En moet je zien. Ja. Ja. Appa. Vet. Zijn ze. Dus het blijft regenen tot gewoon vanavond. Dus we moeten tot lekker 10 uur. Door de regen heen. Dus dat is een vertaai, maar gas erop met de rubberboot. En dan gaan ze even inleggen. Wat zei hij niet te hard? Wat anders? Een kapseisje. Dan ga je op. Ja, veel pika's. Ja, lekker. Vertrouwen. Eerste nacht. Echt een groot water, hè? Ja. Niet gevoerd of zo. Even gekeken met de diepte meten. Ja, dus daar langs de kant is het. Wat was het? 1,6. 1,6 en een metertje voor het niet. En hier in het midden is gewoon 3 of zo. Dus. Goed te doen. We gaan gewoon naar het riet toe varen. We gaan die hengels zeker halen. Yes. De zang hebben. Wat is aan de hand? Ja, ik krijg mijn motor niet gestart, joh. Ja. En hij neemt ook niet op. Was hij helemaal weggedreven? Ik was helemaal weggedreven. Ik ga het nog wel een keer proberen, ja? Maak deze even vast. Jezus. Oh mijn god. Het ging een beetje regen onder. Ja, jezus. Zo, ik ben echt zo nat. Klein stukje, eerst het termo. Eerst ben jij aan het liggen, jongens. Dan weet je hoe ik heb gevoerd. Drie handen erbij en vol gas terug. Jongens, what the fuck. Zo, mijn maat, hij zit al hier. Ja, we moesten de boot eigenlijk in. Het is chaos, want het helemaal niet zien aankomen. Ja, doe gewoon rustig, doe rustig. Doe rustig. Is die groot? Wat is het? Meer van? Nee joh! Nee joh! Nee, joh. Wat de fuck? Dat is mijn lamp. Zo, dat is kut. Ja, what the fuck? Ja, hoe lang lag hij in? Ja, echt 10 minuten denk ik. 10 minuten denk ik? Oh nee joh, ik haat meer van. We hebben echt 80 kilo bloedworm mee. Ja, niet normaal. Kijk. Ik zei toch, het is een karper. Ja. Ah, dat wordt nog wat gek. Ja, drama. Die wordt een hele nacht, ben ik bang. Hij lag echt een half meter van het kantje. 1,6 meter diepte. En 10 minuten later gaat hij al. Ziek. Gek ijs, man. Zal ik hem even zo, pakken? Zo, ijs groot. Ja, pak jij hem even. Ik hou die hengel alvast. Ik zet je slip open, ja. Stel, hij gaat er dan vandoor. Moet je onderlip, kijk.
Zie je? Ja, mooi. Zeker. Ik heb hem nu niet pakken in zijn bek, want die haak zit hier. Ja, joh. Wat een beste formaatje. Ja, dat is een hoekertje. Zo, wel snel actie, hè? Echt heel snel. Er zit toch vis? Okay, heb je een tangentje of zo? Nee, zeker niet. Ja, oké. Hoppa! Ah, val mee hoe ik wat voor formaat gebracht. Ja, dit kan ik natuurlijk niet filmen van hier. Kijk eens even. Met de blote handjes. Die heeft toch even zijn buikje rondgegeten met die bollen van je. Ja, god, 10 minuten lag hij in, hè. Nou, deze jongen die mag gelijk weer zwemmen. Kijk eens. 3, 2, 1. Op. Ja, dat moet toch met een meer van. Ja, het is geen snoepbaars. Yo, beste kijkers. We liggen inmiddels in de tent op de boot. En je maakt alles nat. Nee. Klootzak. Ja. Jezus. We liggen in de tent en we hebben voor het eerst de bedden even uitgekrapt en ruimte kunnen maken. Ik zal even een kleine impressie geven. Hier hebben we alle benodigde dingen. Chit is een bed, mijn stretchen en dat is eigenlijk alle ruimte die we hebben. Ja, we kunnen er gewoon lekker liggen. Ja, dan kijk je dan het voeteneind komt tot de deur. We hebben helemaal nergens ruimte. We kunnen niet eens echt schoenen neerzetten. We gaan dan echt met die gore poten van mijn bed. Ah joh, even lekker. Ja, maar we liggen lekker. Ik lig lekker op het bedje, Daniel lekker op de stretcher. Oh, kut, sorry. Dat is toch wel top. Hey, maar eerste vis gevangen. Ja, dat is wel al mooi. Maar ik ben wel echt naar de kloten, gek. Ja, weinig slaap ook vannacht, lange dag gehad. Dus Hengeltje ligt weer in. Wij gaan. Lekker slapen, jongens. Oeh, laat eens. Goedemorgen. Het is blijven gaan, jongen. Echt niet normaal. Zo kort over twee, Jit. Over twee. Ja. En het is weer dezelfde engel. Ja, daar heb ik meer van. 1000%. Jezus. Oh, jee. Oké, dan aan de slap. Vieze slap. Ja, dat wordt wel groter. Dat zijn wel aardige beuken. Kutbeest. Goedemorgen jongens, jullie zien het. Ik lig hier nog half lekker in bedje. En daar zou je hem hebben. Hey, goedemorgen. Onze Daniel Tiedink. Goedemorgen, hoe is het? Ja, moe. Ja, moe inderdaad. We hebben vannacht een hectisch nachtje gehad. Veel regen, veel wind. 2 meervallen. 2 jongens, ja. Nog niet wat we hebben gehoopt, maar we hebben wel alvis gevangen. Ja, zeker. En we hadden gisteren een beetje haast. Was gauw donker aan het worden, we moesten snel een stekje vinden. Dus de boot even aangemeerd. Even een nachtstekje voor afgelopen nacht kunnen vinden. En we gaan zo meteen eens even de boot aantrappen. Zeker. Dus gaan we even 2 stekken aanvoeren. Ja, voor de komende dagen. En dan een goede stek voor vanavond zoeken. Vissen. Lijkt mij. Knallen! Onze broeder, onze visgister, is even croissantjes halen bij de supermarkt. Bij de boulangerie. Lekker. Lekker vers van de, vers van de pers. En we gaan eens even gas geven. Het is 10 uur. We hebben lekker geslapen. En het gaat vandaag lekker regenen en morgen heel de dag. Heel de dag regenen. Vandaag 18 mm en morgen 22. Ja, wat wil je nog meer? Niks. Ik vind niet veel. Hey, zo, wat de fuck heb jij? Croissants. Oh, lekker van de boulangerie. Oh, shit, kijk eens even aan. Chocolade. Wat lekker dit, hè? En, hoe waren de vangsten? Kut. Geen piep gehad. Ja, wel piep gehad, maar niet van de vis. Dat was van het verplaatsen van de boot. Maar voor de rest was het rustig gebleven, helaas. Ja, wij 2 meervallen. Echt, ik had die hengel 10 minuten in liggen, ging er vrij. We zaten echt te kijken allebei van wat de fuck gebeurt hier. Op die uitlopen van het riet. Ja, toch? Wat je zei. Op die kop? Ja, op het kopje, wat je zei, half meter van de kant, hè. Echt zo dicht tegen het riet aan. Nou, toen heb ik het teruggelegd, 2 uur later ging die weer meerval. Maar dit hier is die nachtverszone. Oh ja. Want daarachter op de kop zitten ook mensen. Ja. Dus ik denk dat, ja, ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga daar eigenlijk ook meer die kant op. Ja, gescheiden. We gaan gewoon andere delen vissen, toch? Zeker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zal je even hierin trekken, laat het even zien. Kijk, koken kan je altijd leren, jongens. Jezus. Ja, het heeft echt veel geregend, hè, vannacht? Ja, dat is bizar. Nou, zoals je ziet, de hengels die zijn weer ingehaald. Beide kanten. En we gaan weer lekker een stukje varen. We gaan een stek aanvoeren voor morgennacht. Yes. Eerst zoeken.
En dan gaan we even een nieuw project starten. Want het schijnt zo te zijn. De mythe is dat er hier ergens op het water van 700 hectare een muurtje onder water moet lopen. Nou denken wij ongeveer te weten waar die zou moeten zijn. En die gaan we eens even opzoeken. Ja, hè? Dus er wordt strijden met de drone en met de dieptemeter en weet ik het allemaal. Dieptemeter, drone, alles gebruiken om dat muurtje te zoeken. En als we dat muurtje zouden kunnen vinden, dan gaan we daar tegenaan vissen. Lekker vervoeren. Het is onder water, het muurtje. En het zou mooi zijn, nog even een appie van mijn croissantje. En we gaan. Boy. Zo jongens, we varen weer. Snelle operatie, 5 minuutjes, ankertjes eruit. We varen nu eerst naar het feestdek om te roeren en dan gaan we naar de Franse muur, niet de Berlijnse muur. En daar gaan we dan even tegenaan vissen. Ja, lekker. Gooi er even wat voer voor. Nou, hier is dus een kanaaltje. We lopen over het water heen en wat je ziet, zijn van die buizen, hele grote tunnels met water. En die trekken hier naar onder het kanaal door naar het andere gedeelte van het water. We zijn even aan het zoeken. Maar hier zo achter zie je een hele grote rietkraag. Met daarnaast een soort bijtje, een soort inham. En de wind staat vol als de blazen al 24 uur. Dus wat gaan we doen? Eerst hier even ook wat voer voor gooien. Ja, en dan? Zeker. En dan gaan we daar. En dan? Dan gaan we daar ook voeren. Voor? Morgen of overmorgen. Is goed. Yo, wat we net zeiden, je hebt hier de buizen die onder het kanaal doorlopen. We gaan per dag denk ik één zo'n zak voeren. Twee. Ja, twee van die zakken. Eerst één en daarna twee. Morgen twee inderdaad. Helemaal vol blaf hier zo. Nou, zullen we beginnen? Ja hoor. Kijk eens, blaf jij het maar even lekker vol. Vandaag 2,5 kilo, morgen 5 kilo. Naar overmorgen vissen. Ja. Zo, jawel. Het laatste handje gaat er water. En je kent het wel, zakje op. Ik ken die over de kop. Dat ging met die oude zakken van Nes van makkelijk. Maar het is zo'n hoedje geworden. Hoedje van papier. Lekker hoor. Oeh. Ja hoor. Ja ja. We hebben net even 2,5 kilo van de bloedworm Hollywood boilers erin gegooid. En aangezien we vannacht die meervallen hebben gevangen, zijn we daar een beetje banger van geworden. Dus we gaan niet alleen maar met vismaal voeren. Ook lekker wat tijgenoten. Kant en klaar. Helemaal top. En dan hebben we hier de Lars Tiger Nuts. Kantklaar.tigernuts.co.nl. Vroeger altijd de zeker alles voorweken, koken, MSB, ja, drama. En nu gaan we gewoon scheppen. Ook een hele zak erin? Ja hoor. En dan gaan we hier met twee hengels tegenaan vissen. Hoppa. Kijk dan. Ja, dat is perfect. Het zijn wel mooie jongens hoor, lekker groot. De Lars. Lekker scheppen. Ja joh. Hoppa. Kijk, dan gaan we echt. Nou, ga je nou even los? Ja, nou, kijk. Hoppa! Hoppa! Wat doe je nou? Ah, kut, sorry. Wat? Nee. En die boot is weg. Ja, en ik moet scheten. Godverdomme. Is het uit? Ja. Beter, hè? Ja, jongens, we zitten op een boot. Scheid is lastig. Dus ik ga het hier eens even een mooie bruine beer leggen. Zo, kijk eens even aan. Dit zijn dus de plekken die je niet vanaf de boot ziet, maar vanaf de kant. En je hebt hier dus wel wat kantstekken. Kijk, het water is echt super ruw. Echt groot water. Een kleine zijarm. Kijk hoe rustig hier zit. Lekker alles voor jezelf. Dit schijnt de nachtviszone te zijn. Ik zag zojuist een bordje. Dus even kijken. Nou, kijk. Komt hij aan. De baas. Ga hem even ophalen. En dan kunnen we weer. Yes. Zo, bakje water, hè? Dat is een slok water. Jawel, jawel, het zonnetje schijnt. En we hebben hier een nieuwe stek gevonden. Wederom een stek waar je niet met de motor in mag. Daar zie je een bordje. Aan de overkant zie je ook ergens een bordje. En plan de campagne. Oh, even zitten. Ja, we gaan twee stekken tegen het riet vissen. Eigenlijk precies op de grens waar het nog mag. En dan gaan we twee aan het wijd vissen.
En dan maken we een mooie stroom. We gaan nu even voeren. En dan gaan we daar nog een stekje zoeken. Ja, we hebben twee stekken voor de komende twee nachten. En dan voor vannacht even hard werken. Laten we de rest van de stek even rusten. Lekker pek. Oké, nou, je ziet hier zo het puntje van het riet, het koppie. En dan zie je daar in de verte, dat kan je waarschijnlijk niet zien, maar een boompje in het riet, een omgevallen boom. Dan gaan we een voerstrookje trekken. Vanaf de kanten, 100 meter wijd op. Ja. En dan vanaf beide kanten, anders wordt het veel te lang. En dan voeren we er even drie zakken op. Oké, kom. 7,5 kilo, strooien, hè? Ik vaar wel gewoon richting dat ding. Ja, lekker een beetje breed voeren. We voeren vandaag deze stek aan met de garlic grill en de bloedworm aluhoed. Bloedworm aluhoed, ja. Ook verschillende diameters. Je ziet hier zo de 25 mm en de 20. Ja. Als het me niet fris. Zo lekker een beetje breed voeren. Hoppa. Kunnen ze lekker zoeken. En ja, we hebben wel markers en zo mee, maar die zijn eigenlijk niet nodig, want we hebben herkennispunten. Alleen de nacht wat afstijgen. Ja, en dan vanaf die borden daar zo, mag je eigenlijk niet meer met de motor, hier zit dit stuk in. Doen we nou wel even om te voeren, maar dan gaan we morgen nacht, of overmorgen nacht, met de boot op de lijn van de borden liggen. En dan zijn we officieel niet illegaal bezig, als de guard de pers komt. Trek gewoon het hele stuk door in één keer, joh. Dat redden we met de bollen. Yes, dames en heren, we zijn op de nieuwe stek aangekomen. En kijk eens even naar buiten. Ja, het is een lekker weertje, hoor. Godverdomme. Het werkt ook hier, nee. Benen geeft, hè. Nee, het is echt mega hard aan het regenen. Maar we hebben wel alle hengels helemaal klaargemaakt. En we gaan zo meteen met z'n tweeën de boot in. Dan gaan we met de prikstok. Wat is het? RVS prikstok van Soda. Gaan we lekker prikken, 4 meter lang. Water is hier ongeveer rond de 3,5 meter diep. Gaan we harde plekken zoeken, want we hebben echt wel gemerkt met het binnenhalen van de ankers dat er echt keiveel blubber ligt. Willen we niet op de stek hebben, dus we gaan even serieus te werk. We hebben tijd zat vandaag. Als het goed is, is het zo meteen ook droog voor de komende paar uur. Dus we hebben de tijd. En dan, dit is dan wel weer een instant stekje en dan vanaf morgen gaan we op de voorgevoerde stekken vissen. Lekker man. Ik zou zeggen, top plan. Yes, dames en heren. Na regen komt zonneschijn. Ja, ja. Het is nou ook zo. Chit, wat ga je doen? Hatsa! De hengels die zijn helemaal klaargemaakt. Chit, die gaat nou even met de prikstok prikken op het water. We hebben echt lekker weer. Het werd een keertje tijd. Het is helemaal windstil geworden. Lukt het? Even pompen, juist. Bijna. Hoppa! Heb je er zin in? Wat ik al zei, het water ligt er echt super vredig bij. Moet je even kijken deze kanten. Ja, wat een omgeving, hè? Niet normaal. Kijk, donkere lucht overal. Net over ons heen getrokken, maar we boffen. Geen schoolrol. Nee. Oké, nog een keer. Yes, dames en heren, kijk eens even. Het rustige weer is weer teruggekeerd. De snoekvissers daar verderop. Jazeker. Prachtig. Dat zullen we ze hebben. Vannacht hebben we twee meervallen gevangen. Dat moet ik vannacht niet hebben. Dus we gaan hengeltje nummer 1 met een dubbele tijgernoot vissen. Ongeveer, ja, wat zal het zijn, een pinkie tussen de haak en het aas. Hengeltje nummer 2 gaan we vissen met de ronnierig tegen het riet aan. Zonnetje erop, warm weer. Je zou verwachten dat de vis naar het ondiepe gedeelte trekt. Daar liggen we nou. Dus we gaan ze even uitvaren. Chitten die liggen al met zijn hengels. Het is mijn beurt. Dus de eerste die gaat is voor mij. Laten we het hopen alsjeblieft dat het een karpertje is. En zo niet, ja. Chitten weer aan de beurt. Ik heb wel vertrouwen, meer dan gisteren. Ik heb veel meer vertrouwen. En gisteren was het natuurlijk laat aankomen. Even de hengeltjes zo met water ingeflikkerd. Nu echt stekker gezocht. Ligt hier een mooie bij. En morgen en overmorgen nog meer vertrouwen. Lekker voorgevoerd. En dan gaat het goed komen, denk ik. Zeker. Heerlijk rustgevend. Daar ben je, de man. Hey, bedankt voor het uitvaren van mijn hengels. Het begint precies weer met regenen. Lekker. Precies op tijd terug. En mooi, hè? Eerste run voor mij. Ja,
Wel een feest, thanks. Ja, kijk hem eens even lekker bezig. Ja, ja, ja. Kijk eens even aan. De hengeltjes liggen in. Het zonnetje begint met schijnen. Dus we gaan lekker even genieten van de zon. We gaan ontbijten. Het is wel een keertje tijd. Of even laag eten. Hoe laat is het? Het is 4 uur volgens mij, voor mijn broer. Kijk. Hoppa, 3 broodjes ei voor het basie. En spek en kaas. Lekker hoor, goede bulk. Zo. Ja jongens, we zijn lekker even aan het koken. Het is nog steeds van kut weer, het is veel aan het regenen. Maar de kipsoir zit in de pan. En we gaan lekker smullen. Yes, goedemorgen. Woe. Goedemorgen jongens. Daar liggen de boys weer. Lekker, lekker, lekker geslapen. Ja, tweede nacht gehad en de boys hebben denk ik wel bijna 12 uur geslapen. De boys hebben weer geblankt. Ja, weer geblankt gewoon. Natuurlijk weer instant stack. Het was echt kut weer vannacht en ik werd om 6:30 wakker. Lag mijn hengel wel met de molen ja, op de pieper. Die was er bijna van afgetrokken. We dachten, nou, hoe kan dat? Maar ik heb hem opgepakt. Er zat helemaal niks aan. Hij zat ook niet vast. Zelfde plek nog steeds. Dus wat het geweest kan zijn, geen idee. En we gaan nu naar de aangevoerde stek toe. Dan gaan we de ene stek bij het muurtje nog even aanvoeren voor morgen. Dan gaan we op de andere stek in het natuurgebied gaan vissen. Alleen, het gaat echt heel de dag tering hard regenen. Ja, en het wordt alleen maar erger. Dus het regent nu al hard. Het plan is in onze korte broek en korte mouwen alles in gaan ruimen nu, dan varen, voeren. We hebben natuurlijk weer op DB Fishing Team stijl ingepakt. We hebben geen regenpakken mee, geen waterpakken, geen laarzen. Ik heb geen andere paar schoenen, ja, Nadeel, geen jas. Ik heb geen jas en geen andere schoenen mee. Zo. Dus we gaan onszelf opofferen. We gaan helemaal zeker snel regenen. Maar dan liggen we wel op de goede stek met de hengels even in. Ankers van de boot even goed leggen en dan kunnen we de rest van de dag hier binnen zitten. Het is kut voor de film, maar vanaf morgen gaat het droog worden. Ja. En ik heb er geen zin in, moet ik zeggen. Ik denk dat we niet heel veel filmen. Nee, ja, dat is lastig zomer dat het kut weer hier buiten. Maar we gaan zo even strijden. Ja, ja, met de GoPro kunnen we er filmen bij, dat scheelt. Maar... ja, het is wel leuk. Tot zo. Ja, ik heb echt geen zin in. Nee, ik ook niet. Alleen maar meervallen van, alleen maar regen. We dachten nog lekker in het zonnetje zitten. Helaas. Hey, met die gore poten weer op mijn bed. Ja? We staan te strijden. Yes. Voetjes. Ja, joh, die bepaalden we weer gek. Ik werd de eerste stek aangevoerd. Moet je eens kijken. Hoi, joh! Echt niet normaal. Ik ben benieuwd of we blijven liggen zo. Yes! Kassoe! Kassoe, kassoe. Ah! Met het kut weer. Ik krijg helemaal paarse tenen. Niet normaal gek. Zou je denken, ja, we hebben geen schoenen. Dat zijn mijn enige schoenen. Goed voorbereid. Woe! Het is wel eens beter weer geweest. Lekker gek. En gas geven nou, want vanmiddag gaat het echt helemaal los. 8 uur lang regen, dus we kunnen beter het echt kut weer wat vast voor zijn. Kijk, mijn haar zit ook echt niet uit. Gas geven. Oh bro, we hebben het overleefd hè? Ja, we liggen. Dat is fijn. Ja, de ankers liggen allemaal in. Aas is weer bij Aas. U ziet het. 25 mm bol. Tijgenuitkoop.nl. 24. De bloed wil maar. Alibut. Ja, we zijn niet bang vandaag, kijk. Dat is nou zeker niet bang. Met de grote bollen. Heb je vertrouwen in deze stek of niet? Ja, zeker, zeker. Want we gaan vanaf waar? Wees maar even aan. We hebben daar een mooi puntje. Een mooi uitloopje van het riet. En een mooie stuk met die boom. Dat boompje in het riet? Ja. We hebben toen 3 zakken gevoerd, 7,5 kilo. Nu gaan we 2,5 kilo voeren. Verspreid over heel de strook. Om eerst maar even te kijken of de vissen ligt. En als we dan een aanbeet hebben, kunnen we altijd nog meer voeren. Maar je kan niet minder meer voeren. Je kan het er niet meer uithalen. Dat is het. Dus, en vanaf morgen misschien wel beter weer in het vooruitzicht. Ik ging strijden, maar bij mij ging het echt nog 2 keer zo hard regenen. Kijk eens. Ja, we zijn echt helemaal zeikersnat. Hey, goedemorgen. Ah, was lekker. Oh, echt genieten. Ja, we zitten nu in de rugbunker met z'n tweeën, maar alle hengels liggen. Voordat het echt gaat stormen. Oh, wat een ramp als dit. Ja, we gaan nou eens even tandje poetsen, omkleden, warm aankleden. Dan wordt het even een hele middag in de tent zitten hier zeg. Lekker. Nou, ik blijf zitten tot die engel gaat. Dat weet ik wel. Zo maatje, kijk de kippenvel gek. Zal ik het warm hebben of koud? Kip! Pok, 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 pok. Jezus, kijk mijn haar. Ik ben helemaal de week en dan zou je denken dat ik het erg heb. Zonder schoenen, zonder jassen. Wat? Alles is de week. Alle kleren van Chitten zijn de week. Hey, maar pas op. Nee. Vertel wat is goed. Nee. Ja, vertel het even. We zitten hier nog 3 nachten. Ja. Op de boot. Ik heb nog 1
droge broek. Nou, de hele grond, het hele tapijt ertussen is dus helemaal de week. Dat komt omdat het hier doorlegt. Dat trekt dus echt gewoon naar boven. Ja, ja, jij hebt je tas met kleren, die heb je op de grond staan. En dat is dus altijd nat rijden, dus je tas getrokken. Ja, lekker. Lekker nat bedje ook. Zo, je kan zeggen wat je wil, dames en heren. Hij is wel lekker vaar. En de boys hebben wel lekker gesneden. Ja, nou, ik vind dit echt wel kut. Ja. Fijn is anders. We dachten lekker korte broek. Ik heb een paar korte broeken mee, zwemboekie. Ik denk lekker in het zonnetje zitten hier. Het is allemaal de week. Ik zit al 3 dagen in dezelfde broek. Hé, ik heb nog wel kleren voor jou. Chit, vertel. Ja jongens, moet je eens even kijken wat voor een plaster onder onze bedden is. Ja, kijk, gaan we. Kom maar. Zo, de water allemaal van de taan. Kijk, die hele boot die schroomt helemaal vol met water aan de binnenkant. Dat is toch wat chill. Ik weet niet waar het vandaan komt, Rick. Het is wel een flinke plas. Ja, ga eens terug. Het stroomt helemaal. Zo. Het is ook wel lekker door. Daar zit er een gat in die boot, zeg. Ja, dat is niet best. Moe. Wat ga je eens doen? Ik ga de pasta afgieten en we zijn creatief vandaag, want kijk, we hebben hier een lekker pannetje pasta saus. Pasta pennen hebben hier in het pannetje zitten. We hebben geen friet, niks om het af te gieten. Nou, jij mag één keer raden wat er aan het gebeuren met de plastic deksel. Die gaat zeker smelten. Ja, eerst even het even uit fout zetten. Ik vermoed ook wel dat hij gaat smelten. Ja. Ik ben benieuwd. Lekker warm pannetje. Heel goor dekseltje is dit. Nou, we moeten het toch even afgieten. Ja, het werkt best goed. Pas je op voor mijn handdoek, dat het niet nat wordt. Doe het best. Ah, lekker. Stop. We gaan even lekker hapje eten. En dan eens even nadenken wat we gaan doen. Want zo stil mag het zeker niet blijven. Zeker, zeker niet. Ja, jongens, dit ziet er toch wel veel mooi uit. Met de hengeltjes erbij. Het is nog stil. Maar er gaat zeker een visje uitkomen. Het zijn beter zijn als ik kan met mijn leven zijn. Yeah! Yeah! Hoi, goedemorgen. Goedemorgen jongens. Je ziet het. Het is weer hetzelfde zoals de afgelopen 3 nachten. Ja, mooi. Kom daar voorbij. Kijk, het is wel lekker weer. Drama. Drama, drama. Goedemorgen. Eindelijk droog. Ja, het is 9:00 ochtends, 8:45. Dus wat gaan we doen? Gauw die engels ophalen. Ja, en dan? Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? We gaan naar de 2 dagen voorgevoerde stek, voor de buizen. Het moet knallen. Meer van de jacht. Moet lukken. Moet lukken. Nog 2 dagen te gaan. Het is wel echt pittig op het grote water. Het kan zijn dat er echt weinig vis zit. Ik kan je dat horen dat het best wel moeilijk water is. En natuurlijk best wel groot. Maar het kan ook zo zijn dat die vis verzameld voor de paai in een van die armen. Nou weten we niet te vinden. Zijn we binnen? Yes. Oh boy. Oeh. Lekker natte voeten. Klaar? Ja, ik ben er klaar voor. Wil je eerst bij de kansen? Ja. Dan zitten we vast. Kijk eens aan. Ja, ja jongens, zie je jou een beetje? Je ziet mij goed. Kijk, welkom. Dat is mooi. Welkom op Ewald Reizen. We gaan even op avontuur. Ja, het is een warme dag. Vaarwel de carpen. Hij ligt echt goed vast, hè, ja, hij ligt zeker mooi. Kijk, hoppa. Lekker stil, fluistermotortje. Gaan we even met zo. De... Ah! Nee! Heel mijn reet is nat. Lul, alles. Nee, ik heb veel zwart drinken. Vuile hond. Heel mijn laatste broek dan! Klootzak! Die hele boot die liep helemaal op het water. Klootzak! We moeten er niet uit. Oh, heel mijn reet is nat. En die hele boot die liep helemaal op het water. Nou, welkom bij Ewald Reizen, deel 2. Mogol. Ik ben verdronken bijna. Ja. Ja, echt? Ja, ik weet het, ik voel het. Je hebt echt niet meer te hard doen. Nu heb ik een nat kontje. Je weet wat dat betekent. Hij moet meer hier zitten. Nee. Gewoon niet zo hard varen. Nat kontje, die jeuk die naar alles. Hij ligt wel mooi. Hij ligt wel mooi, ja. Nou, we hebben een klein beetje last van de wind, dus we moeten in een soort bochtje varen, zodat de lijn zelf niet in de bocht komt. Ja, bijna onder water. Topje onder water. Strak houden. Zonnetje erbij. Ja, wat wil je nog meer? Ja, dat die snoepvis even weg gaat daar. Er liggen de snoepvissen precies voor die put te vissen. Waar wij gevoerd hebben de afgelopen 2 dagen. Dus dat is niet handig. Nou ja, je kan niet zomaar over de lijnen heen varen om je eigen hengel uit te leggen. Je krijgt een beetje een bonje met de valse ringen. Maar we dachten, nou, misschien gaat hij wel weg, maar hij ligt ondertussen toch alweer in 3 kwartier zitten. Ja, die blijft daar lekker liggen, denk ik. Ja. Nou, we zijn er wel nu. Hoeveel meter hebben we? Nee! Is hij op? Hij is op. Kut, zeg.
achteruit. Het ankertouw. Achteruit, goed. Dat is een vrij. Ja, moet maar weer binnengehaald worden. Ja, of toploos eraan. Nee. Heb je wel voor meters rek? Nee, gek. Je kunt er een van mijn molens heen varen. Ja. Ja, beter, want daar zit meer lijn op. Is dat dan dichterbij? Veel dichterbij. Ja, hoe leuk zo. Daar staat hij. Ja, goed. Heb je nou beet? Helaas niet, maar we hadden even mijn hengel gepakt. Want die hengel van Chitty die redde die qua lijn. Dus we dachten, nou, dan pakken we die grote molens na nu wel. Dan komen we weer net 5 meter tekort. Dus het is tijd voor het golferen zut. We hebben nog een extra grote molen mee. Die gaan we even opzetten. Weet je niet hoeveel lijn er op de molen zit? Twee keer op 5 meter na niet gehaald. Ja, niet normaal. Ja, hopen dat de grote molen wel hebt. Derde keer varen. Voor dezelfde. En ook zo'n pleuris, hè? Ja, god, van 500 na 300 meter. Ik ben blij dat het droog is. Oeh. Daar zou hem hebben. De verloren zoon. Jawel, jawel. Het heeft maar 2,5 uur geduurd. Maar de boodschappen zijn binnen. Chitten, de boodschappenman. Kijk eens. Broer, zo. Ik heb niet mee, dus ik heb even zijn taak overgenomen. Hij heeft het goed gedaan, zo, wat een ervaring. Lekker veel bootje. En, goed gedaan? Ja, goed best. Lekker, even alles uitlaaien. Ja. Alle twee hengels in. Springen we er gelijk in dan? Ja, ja, goed. Daar ligt hij. Ja, kijk eens even aan. En lekker kippetje. Kippetje. Hoor. We gaan lekker een baguette stokbroodje eten met een half kippenvlees. Plakje cheddar cheese. En dat was het wel, ja, een beetje saus erbij. Lekker hoor. Ja, ziet er goed uit. De buiten is een beetje opgelopen. Alleen, ja, nog zit je als die. Deze gaan we doen, hoor. Ja, alle hoop is gevestigd op vannacht. Vooral die twee hengels bij die put. Kijk, nog een karpervisser. Yo. Yo, goedemorgen. Zo, koek, koek. Veel lampen in mijn ogen. Het is wonder boven wonder. We zitten op nachtje nummer 4. En de hengel van het koppie, die we 3 keer opnieuw moesten invaren. Die gaat zo even af, joh. Die gaat zomaar in één keer kaart af. Op de tijgernoot. En hij lag ongeveer 300 meter ver. Ja, dat zal ook geen meer voor zijn dan. Dat is toch lekker. Oh nee. Pas op. Zo. Je hebt niet meer die lekkers vroeger. Rek. Rustig drillen. Is die groot? Ik weet het niet, ik ben zo benieuwd. Fucking benieuwd, grap. Het blijft wel diep. Ja. Wat denk je, is er meer of karper? Ik durf het niet te zeggen. Komt er met een bakbeest boven, jongen. Ja. Hier voelt het wel eens meer of. Hey, ja. Dat snap ik. Gaan we weer kleden. Sowieso meer wel. Ik heb ook wel zo'n vermoeden. Het is een hele grote hier, hoor. Die zou niet moeten kunnen. Dit zijn we echt Japanse meervalvissers. Toch? Ik weet het niet. Hier is die. Ja, kut beest. Ja, het is er eentje, hoor. Ja. Weer niet eens zo'n hele grote. Nee, kut beest. Is toch een verbalen dit. Op de tijgernoot ook nog, hè? Ja, dieven zo. Het is toch wel een flink jongen. Ja, lelijke beesten zijn het wel, hoor. Ja. Hou eens met één hand eronder vast. Beetje door die knietjes. Zo, hij schijt op die bloedworm uit. Zo mooi. Fucking smerig. Die heeft alles zitten opvreten de hele week. Flink jongen. Dat is best een flinke jongen. Oeh. Ja hoor. Hij heeft het overleefd. Kijk, 6%. Lekker. Zakelijk. Ja, het zonnetje is lekker aan het schijnen. Het is wel dat het hol maar hier is ochtends. Vannacht ging de hengel. Toen dacht ik, yes, het is eigenlijk tijd voor mij. Maar niks mocht minder waar zijn. Het was een meervalletje. Met onze grote vriend Dien gaat het trouwens wel weer goed. Die zegt, we hebben het niet zelf gezien, maar dat hij al 7 runs heeft gehad afgelopen nacht. 4 meervallen, 2 karpers en een rietvorm of een rijsvorm, wat het ook was. Ik denk een rijsvorm. En nu is de keuze aan zitten, het is zijn beurt. Gaan we hier blijven zitten terwijl we niks hebben gevangen? Of gaan we nog proberen voor de laatste nacht om een andere sectie te vinden? Ik denk het tweede. Maar liefst zie ik nou even eerst wat vis op de drone. Zou mooi zijn. Ja, maar het zonnetje is weggetrokken. Ja, en klopt. En die accu die was een beetje aan het piepen. We gaan wel
even op even Google Maps. Even de koppen bij elkaar steken. Google Maps gaan we even de ondiepste zone proberen te zoeken. Oké. En dan gaan we daar even met de drone overheen liggen. Een hele goede morgen. Kijk eens even aan. Op een privé-steiger aangekomen bij Dien. Wat een leuke verrassing. Dien, ja, zeker. Heeft namelijk een goede nacht gehad. Maar liefst 7 runs. Hij vist op het ondiepe gedeelte en de vis die blijkt hier te zitten. Een paar meervallen, een paar karpers en hij heeft er eentje voor ons bewaard. Hier is Wesley. Ja. Hoe laat had je deze nou? Een uurtje geleden toch? Deze had ik een uurtje geleden gevangen. Wel gewoon overdag. Dus, Overdag, ja. En die andere was om 5:30, 6:30 vanochtend. Kijk, ja. Dus ze trekken hierheen. En dus we hebben nog maar één nacht hier. Wat gaan wij doen? Ja, het allerondiepste gedeelte op zoek hier is. Hier is aan de overkant. Zonnetje volle bak erop de hele dag voor het eerst. Ja. En we hopen dat we hier een paar vissen kunnen strikken voor de laatste nacht. We moeten wat proberen, hè? Ja, want wij moeten die sardientjes gaan eten. Daar heb ik geen zin in. Nee. Het moet gewoon dien sardientje worden. Heerlijk groot, hè? Maar ja, op het einde komt alles goed, dus ik hoop dat er dadelijk nog een mooie grote zich komt melden. Heeft wel eigenlijk een heel mooi spiegelpatroon op zich. Toch, even lekker, hè? Karpetje bloed. Ja, man. Ja, mooie visie. Ja, wel echt mooi. En je gaat goed in het klassement. 8 kilo. Dus ja, voor mij gaan het geen sardientjes worden. Ah, je weet het niet, hè, Dien? Op de drone gezien, liggen in de ondiepste baai van heel het meer. En al die karpers liggen diep in het riet. We hebben een stuk of 10 gezien. Ik zal de dronebeelden nu tussendoor zien. We gaan er een stuk van af liggen, zodat we er recht naartoe kunnen vissen. Maar we moeten echt stil zijn, want het is denk ik nog geen half meter diep daar. Dus we gaan denk ik de hele roeien, dan in de buurt een beetje neerleggen, een klein beetje voer. Als je één keer afgaat, gelijk met de boot de riet in. En dan hopen we dat we kunnen landen. Ja. Dat is de tactiek. We gaan ervoor. Alles voor niets. Handen jeuken. Goedenavond. Ja, goedenavond jongens, het is niet normaal. Het is eindelijk gebeurd. Het is 12:00 s'avonds en we hebben een fucking dikke spierel in het schermnet zitten. Net wakker. We zijn net wakker, maar ik denk echt dat die ene vis die we op de drone zagen liggen. Kijk eens even hoe breed die is. Dikke spierel. Kijk eens even hoe breed die is. Tjakalakalakalaka. Hij is ziek hoor. Hij is erg groot. Ik denk dat je gaat schrikken. Kijk die kop gek. Kerel. Ja, dat is lijp. Oké, we gaan hem zo even in het matje leggen. Ja. Kerel. Die vis is denk ik echt 20 kilo. Ik zei het hoor. Minimaal 8 kilo. Oh joh. Toen zag net open. Dat is echt niet zo. Hij is fucking dik inderdaad. Zo. Jezus. Eindelijk jongens. Oh, wat hebben we hier hard voor gestreden, hè? De laatste nachtje, hè? De laatste nacht komt het toch altijd goed. De eerste karp, hij is echt fucking groot. Dan. Die staart er goed. Belachelijk, hè? Die is er netje wat mee open. Ja, wacht even die jas, hè. Hier doe je het allemaal voor. Oh, dat is zaken doen. Lekker. Dit is echt zaken doen. Even kijken naar de onderlijn in de haking. Wat een bek heeft hij ook. Ja, ja. Mooi in het onderlipje hoor. Op de bloedworm? Ja, zeker. Gek. Hij is echt fucking goed. Wat denk jij? 18,5. Dat was gezellig. Min een correctie van de mat, die gaat er zo meteen nog af, is die precies 20 kilo. Zo dan!
matje nog eraf, maar dan heb je een beste beuken. Het is 18,5 kilo. Dan heb je een flink beuken. Zo moet hij. Ja. Fucking ziek. 18. Echt niet normaal. Kijk wat een vis, jongen. Ja, hij is echt heel goed. Bizar. Nou jongens, daar komt hij. Jezus. Wat een vis, hè. Hé. Belachelijk groot. Kijk dan. Wat een beuken, jongens. 5 dagen aan strijd op het grote water. Dan in het ondiepste kommetje van heel het meer. Denk op 50 centimeter water vang je even. Vis van ja, bijna 20 kilo. Op de hengel waarvan we het niet hadden verwacht, hè? Echt niet normaal. Single bloedwormpje, denk 2 handjes bijgevoerd. Allemaal voersessies gedaan van 20 kilo. Kijk hoe eenvoudig het kan zijn. Ziek. Wat een vis, jongen. Ook wel een staart. Hij is zwaar. Alle kanten even laten zien. Super mooie spiegel. Zo. Zwaar zeker zo met de kromme rug. Ja, dat gaat op zich best goed. Hij zit wel lekker. Ja, hij is inderdaad wel groot. Kijk hem, man. Wat een vis, jongen. Hij heeft een staart, dus hij is echt... Super blij mee. Dus echt mijn trip is geslaagd. Dat snap ik. Op de valreep nog even. Ja, Daniel nog, en dan kunnen we naar huis, jongens. Heerlijk. Ja. Geen fotootje. Dat is helemaal goed. Hey, daar gaat hij. Dikke loebas. Zij. Hey, lekker beest, Seffi. Kind, goeie. Hey, tik hem aan. Doe gelijk eens even die sling mee te doen. Anderhalf. Anderhalf, nou dan heb je 18,5 kilo. Dat is toch mooi. 37 pontjes schoon aan het haakje. Dat is fucking ziek, jongens. Ja, heerlijk. Heerlijk. En heerlijk, volgende heerlijk. Probleem? 2 hengels echt helemaal door. Eentje echt helemaal net loopt. Doorheen gevaar, chaos. Ja, vergeet de film weer net wakker. Wel harder in. Zo, goedemorgen. Hele goedemorgen, dames en heren. Het moet niet gek te worden, zonnetje erbij. Goedemorgen. Hoi, vertel. Een hele goedemorgen met wat minder mooi nieuws. Want we hebben niks meer gevangen. Stom. Vreselijk. Het is jammer. Het is balen. We hadden nog op gehoopt op één vis voor Daniel. Gelukkig hebben we de trip gesaved met die dikke bak van vannacht. Ja, dat was toch even de lijfzever. Zeker. Maar het mooie is dat ik geen sardientjes hoef te eten. Het vreselijke is, ik wel. Lekker al. Ja jongens, we zijn lekker aan het opruimen. Je ziet het. En daar hebben we hem. Ga je even aan deze kant van de tafel zitten. Dan heb je altijd een lekker tonnetje in je gezicht. Kom maar lekker bij. Goedemorgen. Dat is jongen. Die hebben we daar. Zestig anjo. Vies uit, jongen. Wat is het nou precies? Ja, het is asovis in Rijven. Ja, dat eten sommige mensen gewoon, dus dood ga er niet van. Drie lekkere visjes. Ja, of het lekker is. Gaan we zo achter hebben. Oh, in de olijfolie. Pure olie, hè. Het is een vis. Dit is een benzine. Gadverkeer, kijk niet eruit zien. Even vastgeplakt aan de binnenkant. Kijk. Nou, dames en heren. Gadverdamme. Ze zijn er groter dan ik had gedacht. Kijk dan. Vier van de jongens. Dan gaat hij nummer 1. Daarom heb ik altijd thuis. Wil je meeproeven? Nee. Ik wil hiervan genieten. Nou, bon appétit, eet smakelijk. Stop je in één keer iemand? Mooi, ja, mooi. Hey, dan denk ik gewoon al 6 dagen in de zon, hè? Hey, je moet wel koud. Je moet wel koud. Ja. Dat telt niet. Oh, die mensen kijken. Ziet er schoon uit. Is het lekker? Nee, het is echt heel moeilijk. Gewoon uit. Ja, deze was nog niet goed. Ja, dit is aanzetterij, maar ik ga geluid. Ja. Dit is echt mentaal. Mentaal. Zeg, waar doe je het dan? Heb je zin in? Bon appétit! Kauwen.
Kouwer. Kouwer. Ik ga hem niet horen. Kijk even hoe dit eruit ziet. Zo, ben ik toch blij dat de vis nog kwam vanochtend. Nou, nog even één poging. Abonneer voor meer. Abonneer voor meer. Het is gewoon nog vies om naar te kijken. Nou, het ziet er geen wat lekker uit. Ga op praten. Veel eiwitten dan. Abonneer voor de grote chest. Kijk eens. Dan is hij. Neem nog even één keer een appie. Ik kan het echt niet. Moet je eruit? Lekker. Nou jongens, het waren geen drie visjes, maar ik vind wel dat je best hebt gedaan. Dien, wat vind jij? Moet hij er nog één? Ik vind eigenlijk dat hij nog wel eentje moet. Bro. Ik heb wel douchen zo. Erg is ook. Zit hier 6 vrouwen en avond te ontbijten. Nou, jij zit ook lekker te ontbijten. Ik heb het waarschijnlijk wel eens weten uitgegeven. Ja. Ga lopen ze hoor. Oh, hij is al een beetje inpakken. Hoppa jongens, kijk eens even aan. We zijn bezig met de laatste loodjes. Zeker, pas op. De laatste puntjes op die te zetten en dan vertrekken we weer richting het Hollandse land. Ja hoor, lekker. En er komen nog mooie dingen aan, hè? Er komen mooie dingen aan. Niet wegklikken inderdaad. We hebben veel gevangen. Val mee. Val zelfs tegen. Hebben we naar zee gehad. Zeker. Goede tijd op de boot gehad. De Carp Hunt Experience. En ja, zeker voor reden vatbaar. Voor herhaling vatbaar. We gaan gauw een keertje Limburg opzoeken. De Maas. Zeker, zeker. En wie weet wat er meer volgt met deze mooie jongen. Yes, dames en heren. Samen dan met de bus hier, de boot erachter, Carp Hunt, de bootvuur. We hebben een mooie winactie voor jullie. Die nu gaat vertellen. Ja, jullie, als jullie deze film gezien hebben, like en abonneer bij DW Fishing Team. Volg hem meteen op Instagram. Volg mij ook op Instagram, carp.bootvuur. Kijk ook misschien mijn film op YouTube. En jullie kunnen 2 dagen een reisje op de boot winnen, wel in Limburg, op de rivieren. Dus ik zou het zeker abonneren. Ja. Abonneer, volg bij de kanalen, stuur ons even een DM, ter bevestiging in de, op Instagram. En we mogen de beste winnen. Nou, kies wel over 2 weken winnaar uit. 2 weekjes. Top. Kijk eens even aan, we zijn weer terug gearriveerd in het Limburgse landschap. Het is fantastisch jongens. Autootje zit vol. We hebben alles snel even overgegooid. Het is inmiddels 4 uur. We moeten nog 2 uurtjes naar huis rijden. Maar het was toch wel weer even een geslaagde sessie hoor. Ja, en je hebt ons wel een beetje naar huis gevist moet ik zeggen. Ja, deze keer wel. Misschien de volgende keer niet. Ja. Maar ja, het waren toch wel allemaal kleinere vissen helaas. Nou, goede tijd gehad toch? Zeker. Jullie hebben de topper gevangen. Dat de baas boven baas hè. Goed gedaan. Hoppa. Goed gedaan. Ja, hey, en we komen zeker niet even terug van de zomer hè, naar Limburg. Zo is het. Wat gaan we dan doen? Ja, op de Maas. Gekke huis. Helemaal gek. Eventjes jullie iets op de Maas voordoen. Hey, check deze baas op Instagram, YouTube, alles. Wij gaan weer naar Westland toe. Zeker. Trap hem aan. Jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer. Vergeet niet te liken. We zien jullie volgende week om 3:30. Bye, nieuwe video. Hey!